Kijk eens, het klinkt heerlijk, hè? Goedemorgen, lieve cast. Lieve cast, maar ook hele lieve pers. Fijn dat jullie er zijn. Ik ga jullie nu al zeggen, jullie mogen heel blij zijn dat jullie hier zijn. En alle pers die niet kwam, gaat heel veel spijt krijgen na het zien van jullie beelden. Dat ze er niet bij waren. Want jullie gaan iets unieks meemaken, namelijk de eerste sneak peek van de lichting en projectie van Zodiac de Musical. En geloof me, dat wordt heel erg tof. Dus daar ga je er zo meteen naar kijken. Zodiac de Musical is een volledig nieuwe voorstelling. Helemaal nieuw gemaakt, nieuw geschreven. Bestond nergens, niet in Amerika, niet in China, nergens. Helemaal nieuw. En wij wilden heel graag, ik noem het nu steeds de ode aan het mens zijn. Leuke zin voor jullie om te onthouden voor de kast. Ode aan het mens zijn, omdat we in hele rare tijden leven. En gek genoeg, Zodiac de Musical niet geschreven was daarop. Maar toch steeds meer voelbaar is dat het een basis heeft en echt gaat over menselijkheid. En Zodiac Musical vertelt eigenlijk het verhaal. We hebben het over de Zodiac, de sterrenbeelden, die kijken naar de aarde in de toekomst. En zoals jullie al een beetje zien hier ook aan dit product en alle decor en licht, is dat het al een beetje iets futuristisch heeft. Het speelt zich af in de toekomst, 2031. En die sterrenbeelden kijken eigenlijk naar die aarde en die denken, nou die mensheid, nee hoor, laat maar, die hebben dat verpest. We moeten dat opgeven. Dus haal de elementen op, vuur, water, lucht en aarde. En dat wordt een belangrijk onderdeel in de voorstelling, de elementen. En zoals je ziet zijn er 4 tribunes. En elke tribune heeft ook een element. Dus elke tribune is een vuurtribune, een aardetribune. Nou, deze elementen komen veel meer voor in het verhaal. En de boogschutter die gaat naar de aarde om die elementen op te halen. En om te denken, nou die mensen is eraan klaar. Alleen die boogschutter komt op die aarde. En die is voor het eerst, nadat hij eeuwenlang een sterrenbeeld is, de mens. Want hij komt op die aarde in dat mensenlichaam en ervaart hoe het is om mens te zijn. En kijkt rond en denkt eigenlijk, wauw, wat doen die mensen iets ontzettend moois met die elementen. Liefde, angst, pijn, alle emoties die daarin zitten zijn eigenlijk ontzettend mooi, want hij kan dat nooit ervaren. En door zijn kinderlijke blik krijg je eigenlijk een nieuw beeld van de mensen. Paul, zit je? Geniet. Ik ga hier weg en dan ga ik zitten. En dan krijgen jullie daar een heerlijke cue en dan zou ik zeggen, neem alles in je op, film het goed, ook omhoog. Heel veel plezier met deze unieke sneak peek van Zodiac The Musical. Zodiac. Die speelt zich af in 2031. Ja. Het gaat niet zo heel goed met de aarde. En eigenlijk kijken de sterrenbeelden, de Zodiac, die kijkt als een soort goden, kijken die naar beneden. En die zien dat het niet goed gaat, dus die besluiten de elementen terug te halen. Aarde, vuur, water en lucht. Dan sturen zij de boogschutter naar beneden. Ja, ja ik denk. En die heeft de taak om deze 4 elementen op te halen en terug te brengen naar de Zodiac. Om zo ergens een nieuwe planeet te vinden waar zij een nieuw leven kunnen brengen. En zij besluiten het is einde met de mensheid. Ja. Het is klaar. Zo, ik was ontzettend blij dat wij hier sowieso deel van uit mochten maken. En ik vind het een heel belangrijk dat dit verhaal op dit moment verteld wordt. Sowieso nu in deze tijd. En ik merk dat steeds meer mensen, ook in mijn omgeving, meer bezig zijn met duurzaamheid en bewustzijn. En gewoon het leven op deze aarde en hoe we omgaan met elkaar. En ik denk dat dit verhaal heel goed vertelt hoe we verder kunnen met z'n allen. En dat we dat moeten gaan doen. We zijn nu een weekje weer aan het repeteren en mogen we ook af en toe in deze zaal komen. En we kunnen gewoon niet wachten. Ik tenminste kan echt niet wachten tot we gewoon hier in de zaal kunnen repeteren. Alles kunnen doen, de nummers, de scènes. Ik sta gewoon te popelen. Ik kan gewoon niet wachten om hier te zijn. Eerste keer lichtshow. Ja? Hoe was dat voor jullie? Hoe hebben jullie zitten kijken? Oh, nou, ik vond vooral het moment dat die muziek erin komt en dat je die hele galm hoort.
Wat heel goed werkt juist nu, waar ze heel bang voor waren dat dat niet ging werken. Maar dat werkt nu als een malle. Het is waanzinnig. En die muziek vinden wij natuurlijk sowieso helemaal lekker. En nu, zodat het samenkwam met het licht, het was echt fantastisch. Ja. Jullie hebben al gerepeteerd natuurlijk, dat mag ik hopen. Want jullie zijn de monteerder volgens mij. Wat kunnen mensen verwachten van Zodiac de musical? Nou, het is natuurlijk een heel, heel grootse ruimte en een grootse boodschap ergens. Maar het blijft heel intiem. En dat vind ik wel heel fijn. Het blijft heel menselijk en herkenbaar en puur, waardoor het helemaal niet wegvliegt of zo. Het blijft heel erg bij ons. Ja, het verhaal is eigenlijk heel integer en klein. Ja. En het grappige is, deze koepel is natuurlijk huge. En ik was in het begin een beetje bang van, verdrinken we niet met z'n allen, want we hebben een cast van 20. Maar het is nu bijna, gek gezegd, een beetje gezellig hier, vind ik. Ook met dat tapijt, om natuurlijk het geluid te dempen. Ja. Dus maakt het vrij huiselijk ook. Dus we krijgen hier voor mij een fantastische tijd. Ja. Even met respect naar jou, hoor. Maar Marcel, je hebt heel veel meegemaakt natuurlijk. Heel veel meegemaakt. Past dit, MK Musicals. Oh ja. Op je leven natuurlijk. Ik heb zoveel meegemaakt. Je hebt op de boot gezeten, je zit Prins, ik bedoel, je hebt alles al gespeeld. Ja. Hoe is dit om dit nu mee te maken voor jou? Nou ja, dit is natuurlijk wel weer iets unieks. Dus wat dat betreft ben ik helemaal blij. Want ik heb inderdaad ook al heel veel leuke mooie shows mogen doen. Maar dit is natuurlijk, wat is dit? Dit is natuurlijk bizar. Ik denk ook echt wat dat betreft dat echt iedereen moet komen kijken om te zien hoe bizar dit is. En zeker nu in deze tijd. Dus ik ben heel blij dat ik hier onderdeel van mag zijn. En we hebben een fantastische club met mensen. Ook qua zang denk ik elke keer, jongens, wat gebeurt er allemaal? Ja, we hebben vocaal echt een enorme, waanzinnige club. Dus we hebben heel veel plezier en we maken iets prachtigs, denk ik. En voor jou? Het is totaal wat anders natuurlijk, meteen zo. Ja, in het begin, joh. Je hebt natuurlijk een en ander al gedaan, maar dit is toch wel ineens. Nee, dit is echt van andere grootte. Dit is gewoon, ik denk ook dat ik dit maar één keer in mijn leven ga meemaken. Dat we met drones gaan werken. En we hebben ook al op die ring mogen staan als de Zodiac, de dierenriem. En dat was ook zo niet te vergelijken met een repetitieruimte. Maar nee, ik vind het verhaal prachtig en de boodschap vooral heel noodzakelijk nu. En dat gaan we ook absoluut niet in het gezicht duwen van de mensen. Maar ik hoop wel dat ze er iets van meekrijgen en iets mee gaan doen. Misschien wellicht. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Hebben jullie er zin in? Ja. Ja, we kunnen niet wachten. Wij zijn begonnen 2 jaar geleden met onze demonstratievoorstelling, presentatie in het planetarium van Artis. En dat was natuurlijk al een hele bijzondere locatie, passend bij ons thema, Zodiac, om zo'n presentatie te brengen. En dat was eigenlijk onverwachts nog succesvoller dan we dachten. Daarna hebben wij beredeneerd deze voorstelling, want ook in het planetarium kun je dus projecteren op het dak. Wat we hier in het groot doen, kun je daar ook doen. Dat doen ze daar ook dagelijks. Ja, nu nog niet, want ze gaan zometeen weer open. En die beleving wilden we eigenlijk ergens in Nederland ook creëren. En dat is Breda geworden, omdat deze locatie, net zoals alle andere koepelgevangenissen in Nederland, sinds een paar jaar leeg staan en deze was nog beschikbaar. Ja. En je ziet het om je heen, hè? Dat geeft een fantastisch, grandioos effect. Ja. En onze conclusie is dat het eigenlijk stiekem ook een soort theater is, zoals het destijds gebouwd is in 1886. Ja, want het is gewoon heel geschikt, ook als hele bijzondere theaterlocatie. Ja. Hoe voelt het om weer terug te zijn in deze gigantische koepel? Ja, dit is fantastisch. Het is sowieso onwijs fijn om weer wat te mogen doen na een jaar niks. En dat dat dan ook nog hier is. Wij hebben trouwens net ook voor het eerst de projectie gezien. Dus wij blijven iedere dag verbaasd en overweldigd door wat er weer bij komt. En het is, dit is wel echt een cadeautje. Nou, ik speel de rol van Evie. En Evie is de dochter van de secretaris-generaal. Dus de dochter die René van Cooten speelt. En zij is eigenlijk de leider van de opstandelingen, van het verzet. Dus ze komt echt op voor die betere wereld en voor die vluchtelingenproblematiek. En het is ook echt wel een verhaal wat dan gaat over de jonge generatie tegenover de gevestigde orde. Ja. En dan speel jij deze rol in een spektakelmusical. Hoe heb je al een beetje meegekregen? Hoe hou je je staande in al dat geweld? Nou ja, eigenlijk wat jullie net hebben gezien met alle projecties was voor ons de eerste keer. Nou, ik zat echt met kippenvel. Ik dacht echt, ja, dat is gewoon niet normaal. En dat is absoluut voor mij wel de eerste keer. Dus dat is super spannend, maar wel echt heel erg veel zin in. En ook alle vertrouwen in, want we hebben straks vanaf maandag ruim de tijd om het helemaal te ontdekken en te gaan zetten. Dus dat moet goed komen. Ja, dat vind ik ook. Nu heb je Venam natuurlijk gaan heel klein, dit is heel groot. Ja. Waar zijn voor jou de krent in de pap, waar het verschil wat betreft?
Nou ja, het verschil zit hem sowieso in. Fun Home deden we met 6 volwassenen en 3 kinderen. En dit is een cast van 23 man, dus dat is al een heel verschil. En nou ja, Fun Home was voor mij absoluut ook wel echt een groot ding. Ik bedoel, het was mijn eerste ding. Ik heb daar enorm veel warme gevoelens bij. Dus wat dat betreft is het compleet hetzelfde. Maar, en dat ik dan dit als volgende stap kan doen, toch in zo'n, ja, zo'n iconische locatie, dat het echt iets heel groots is, dat vind ik wel heel tof. Dat meteen de volgende stap mag zijn. Poortwachter. En dat is eigenlijk, zeg maar in 2031 is er veel schaarste aan voedsel, omdat de wereld raakt op en dus ook het voedsel. En poortwachter is degene die de basis over het verdelen van de rantsoenen voedsel over de armen. En dat is een best heftige klus, want er wordt vrij veel om gevochten. En iedereen wil natuurlijk voor zichzelf, voor hun kinderen zorgen en zoveel mogelijk voedsel zien te vergaren. En poortwacht is degene die dat die daarover gaat. En nou, dat is eigenlijk een beetje de basis van de rol. Hey, dit doet heel veel met mij. Kijk, vorige zomer ben ik benaderd hiervoor. Ik heb meerdere ervaringen nu door het regisseren. Goede ervaringen, mindere goede ervaringen. Heel veel van geleerd. En toen ze hier naartoe kwamen, zei ik wel meteen, ja, in basis is het wel mijn verhaal. Ik ben natuurlijk, ik hou natuurlijk wel van het hogere, het universum. Nou ja, dat soort verhalen, sterrenbeelden, weet ik heel veel vanaf. Dus dat matchen zijn zeker. Maar ja, ik wil natuurlijk ook wel een beetje mijn kern vertellen. En Dick van de Heuvel ken ik goed en daar hebben we heel uitgebreid mee gesproken. En uiteindelijk gingen we heel erg mooi samen daarin op. Dus het voelt ook echt helemaal als mijn kindje. En ik weet ook heel goed waarom ik het wil vertellen en welke vorm van liefde erin zit. Ja. En dat is toch de boodschap die ik wil gaan geven. Maar had je zo'n kleine locatie als deze voor ogen of had je iets groters nog? Nee, dit was eigenlijk te klein, maar nee, ja, ik wist natuurlijk dat het hier ging plaatsvinden, de koepelgevangenis. En ik heb natuurlijk wel gedacht van ja, blijft zo'n intiem verhaal overeind? Want het is ook echt heel intiem verhaal. Dus ondanks dat het heel groots wordt, is ook echt tijd voor hele mooie intieme scènes. En dat kan goed. Het is veel intiemer uiteindelijk dan ik dacht. Zeker hoe het is neergezet. Maar het past ook wel natuurlijk heel erg bij dat universum en dat grootste met die projectie. Dus ik denk dat het een hele goede fit is. Ik geloof heel erg in, als anders had ik het ook gezegd. Had ik gezegd van ja, toffe locatie, maar waarom hier? En wat is de? En ik vind dat alles heel erg in elkaar past. En dat voel je, de cast voelt goed. Eigenlijk alle mensen eromheen voelen ontzettend goed in elkaar passen. Ja. Hoe is het met je? Ja, dit is toch waanzinnig als je hier komt. Toen je hier binnenkwam, wat dacht je toen? De eerste keer dat ik hier binnenkwam, dat was ongelooflijk. Je hebt die enorme tribunes, heel veel licht, een enorm podium. Je weet gewoon niet wat je meemaakt. Dat is het gewoon. En nu dat licht erbij, de lichtshow, een deel, in ieder geval een klein deel. Ja, ja. Er zijn zoveel lampen. Eigenlijk overal waar je kijkt, zie je wel lampen. Alles kan bewegen, alles kan draaien. Ja, schijf hebben we het al gehoord. Ja. Oh jawel, ja, ik zie het. En natuurlijk die enorme projecties hierboven. Ja, dat is. En je hebt nog één aspect natuurlijk niet genoemd. Er komen nog drones bij. Ja, 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 er komen zeker drones bij. Er komen heel veel drones, maar er komt ook één speciale drone. En daar ga ik heel veel mee spelen. Oké, eigenlijk. Dus je bent al thuis naartoe. Nou ja, nou dat niet. Maar als je zeg maar, je hebt de piraat en de papegaai. Ja? Dan heb je teller en de drone. Okay. Dus dat is wel heel spannend. En ik heb hem al zien vliegen. Okay. Een testvlucht. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Hoe ga je dit in elkaar lijmen? Nou, eigenlijk heel simpel. Door in elkaar te gaan lijmen. Door heel goed te weten wat je wil. We zijn ongelooflijk goed voorbereid. We weten allemaal, iedereen, de acteurs weten goed waar ze staan. Ze weten het verhaal. We weten. Het enige wat heel erg leuk gaat zijn, vind ik juist, is dat ik heb natuurlijk nu een basisbedracht in een studio die 20 keer kleiner is dan dit. En het is een speeltuin. Het is gewoon, ik ga echt zorgen dat mensen veel meer in de mise-en-scène alle delen kunnen gebruiken. En dat gaan we met Stanley samen gaan we dat helemaal uitvogelen. Dus ik heb eigenlijk heel veel zin in. En het gaat denk ik heel erg smooth in elkaar vallen. Gaat het weer begonnen? Ja. Hoe voelt dat? Ja, nou heerlijk. Ja, we zijn hier natuurlijk al heel erg mee bezig. We hebben natuurlijk alles al gerepeteerd in een kleine ruimte. En we hebben het verhaal met elkaar gemaakt, het script aangepast. En nu komt de koepel erbij. Nou ja, je hebt zelf rondgekeken. Dat is natuurlijk een niet uit te leggen ervaring bijna. En wat ik zo mooi vind en waarom ik zelf echt jaren niet zo enthousiast ben geweest over iets, is omdat we hebben een verhaal gemaakt wat ik ontzettend relevant vind. En van nu, met een groep die jong en energiek is, wat over nu gaat, die niet spelen maar zijn. En daar komt dan nu dit unieke gebouw bij, met die projecties die mogelijkheden biedt, met het enorme indrukwekkende omgeving, die onderdeel is van het verhaal.
Maar tegelijkertijd, dat zie je ook in de tribune en met de mensen, het is ook heel dichtbij. Ja. Je zit zelfs op de achterste rij, zit je dichter bij de acteurs dan dat je in een groot circus theater of wat zit. Dus dat vind ik uniek, door het gebouwd is rondom. Ja, kijk, je hebt al wel zo dat je zegt van, ben ik nou gek dat ik zo enthousiast raak en ben over dit? En dan hoop je dat de rest van de mensen dat ook gaat zijn. En dat weet je niet, maar dat is nieuw. Het is nog nooit gemaakt ergens, dus dat vind ik heel spannend. Maar ja, ik bedoel, als dit niet met onze behoefte aan theater van heel veel mensen, maar aan iets nieuws van heel veel mensen, aan iets anders, aan iets moois, aan ook iets indrukwekkends, aan ook wat mensen vaak belangrijk vinden, dat er toch iets technisch ook gebeurt wat ze nog nooit gezien hebben, dan zou ik het niet snappen als dit niet aanslaat bij de mensen. Nee. Omdat het zo uniek is. Ja. Ik vind het in eerste instantie al ongelooflijk dat wij nu mogen werken. Na alles wat er is gebeurd. Ja. Dus ook dat wij, we zijn natuurlijk in Diemen begonnen, daar gerepeteerd, in het klein. Ja, en dan nu hier in die enorme koepel te mogen staan. Ja, dat had ik niet durven dromen, nee. Eigenlijk. Wat is jouw grootste uitdaging zo meteen in dit spektakel, maar ook in een hele mooie verhaal? Nou, mijn grootste uitdaging is denk ik dat het is rond. Absoluut. En we hebben 4 tribunes. Ja. En probeer die allemaal maar te bereiken. Ja. Dat is heel lastig. De vorige productie waar ik in stond, draaide het publiek. Nu draai ik. Ja. Waarom? Dus ik denk dat dat mijn grootste uitdaging is. Om iedereen te gaan bereiken in deze enorme tribunes. Eiken, ik heb natuurlijk toch inmiddels, kom ik in de positie dat ik wat meer de oude man op de achtergrond ben. Ook die het overziet. In het zo'n verhaal vertel als secretaris-generaal. In dit geval een politicus. Er zit zoveel energie in die jonge groep die dat in dat verhaal ook moeten hebben. Omdat zij degene zijn, die de generatie zijn die dingen eventueel kunnen veranderen. Gaan wij niet meer doen, Rob? Nee? Oké. Nee, maar ik bedoel, je hebt het van zo'n jonge groep nodig. En dat is dat in die ruimte en dan met die muziek erbij van Fons en Jeroen. Ja, ik heb meerdere malen gehad dat het me echt, hoe William dat gemaakt heeft en begeisterd is daarin. Dat heeft me meerdere malen echt geraakt. Ja. En daar komt dit dan bij. Dus dat vind ik, ja, dan zit je ook nog eens een keer in een soort, wow, wat is dit? Het gaat van groot naar klein, naar klein naar groots. En ja, het is totaal theater. Wakker s'nachts of slaap je nog rustig? Nou, dat wisselt, hè. het heeft natuurlijk nogal wat uitdagingen. De ene keer wat meer, de andere keer wat minder. Maar het geeft ook ontzettend veel energie. Ja. En op die energiedagen, dan slaap ik heel erg goed. Want nou ja, je hebt vandaag ook kennis gemaakt met de cast. Ja. Fantastische mix. Absoluut. Van bekend talent en nieuw talent. Ja, dat geeft ontzettende energie. We hebben een fantastische showcrew met ongelofelijke techniek. En een creatief team. Ja, crème de la crème van Absoluut. Nederland. Ja. Wat ook ongelooflijk veel energie geeft. Ja. Dus volgens mij die energie overheerst. Okay. Ja.